Het luchtvaartthemapark Aviodroom in Lelystad. Lars Jansen van dat uh, gelijknamige museum, mag ik ook wel zeggen? Museum, themapark. park. Beter tegenwoordig luchtvaartmuseum Aviodroom, ja zeker. Is het ook nog een themapark, dan ook nog? of is het echt luchtvaartmuseum? We hebben onszelf echt luchtvaartmuseum genoemd. Luchtvaartmuseum ja. Aviodroom. Ja, uh, Lars, we zijn buren, uh, kom je nou op de fiets ook of niet? Nee, het waait best hard hè? Nee, ik kom gewoon uh, met vliegtuig, natuurlijk. Ja, oh, met vliegtuig ja. de hele ja, de hele eventjes. ja. ja. goed. Hé, hey, wat hebben jullie de komende tijd aan uh, leuke bezienswaardigheden bij jullie? Nou, we hebben twee nieuwe objecten en ze klinken misschien als je het hoort, dan denk je: dan moet ik daar nu voorkomen. Het is een hek en een raam. Uh, en, ja, een hek en een groot raam. Maar als het het originele raam uit een, de eerste Concorde is, dan zeg ik van ja. Dat nou, dat is het dus niet, maar het zijn oh. wel hele bijzondere objecten. Uh, we kunnen bijvoorbeeld even bij het raam beginnen. Ja. Um, dat is uh, een glas-en-lood raam met heel veel kleuren ook. En dan zie je vliegtuigen in. Uh, en dat raam is eigenlijk van een persoon geweest. En die persoon die is heel lang geleden uh, begonnen als vlieger. Uh, dus echt als, om te lessen op een Tigermod. Dat is zo'n geel vliegtuigje. een lesvliegtuigje hebben wij ook. Uh, uiteindelijk is die KLM-piloot geworden en Ter ere van zijn pensioen heeft zijn vrouw dus een glas in loodraam laten maken. Okay, dus eigenlijk het eerste vliegtuig waar hij heeft gevlogen en het laatste, die zijn vertegenwoordigd in dat raam. Um, een DC-8 is erin vertegenwoordigd. Uh, want toen de vrouw de opdracht gaf om het raam te maken, was dat het laatste vliegtuig. Uh, maar daarna is die man nog door gaan vliegen. Uh, dus helemaal klopt het niet, want hij is ook nog op een DC-10 verder gaan vliegen. Uh, maar dat raam is wel een uh, prachtig object. Hij heeft in hun eigen huis gehangen totdat die uh, meneer is overleden. En uh, nu is het raam bij ons te zien. Ja, ik neem aan dat het raam uh, wel een paar jaartjes oud is ook. Ja, zeker. Ik moet even heel even spieken. Um, 25 jaar huwelijk heeft het cadeau gegeven en uh, die man is in 2016 overleden. Um, dus ja, het zal wel uh, zeker 40, 50 jaar oud zijn. Gok ik zo dat raam. Ja? Dus uh, wel een mooi stukje. Maar het ja, raam, hebben ja, mooi jullie, uh, ja. waar hebben jullie het hangen? In het museum hebben we het helemaal ingebouwd in een kozijn. En, met het verhaal uh, erbij. Met het verhaal erbij, met heel mooie spot. Is het erop. groot? Nou ja, ja. meter. 1,50 meter breed of oh, zo, best boor, wel flink. Ja. Ja, ja. net zo groot als jullie studio, uh, raampje denk ik. Ja, <laughs> ja, 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 zoiets. Nou ja, mocht je, mocht je hem zelf niet kwijt kunnen... Dan, dan kunnen we hem hier hangen. Dan he? we kunnen hem hier inbouwen. Ja. 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 En wat is het verhaal achter dat hek? Een hek, ja. Um, in de uh, jaren 50, 55, als je dan naar uh, Mallorca wilde... Palma de Mallorca, kon je met de boot... of met het vliegtuig via Parijs of Londen. Maar een directe vlucht was er eigenlijk nog niet. Mm -hmm. um, het heeft de KLM, heeft iemand... Iwan Smirnoff, dat is een heel bekende piloot... Op Gestuurd, oh, die woonde van daar de, van die drank. Ja, van de drank. Nee, niet van de drank. <laughs> Piloot en drank. Nee, dat gaat die. niet samen. Nee. nee, hij woonde namelijk na zijn pensioen op uh, Palma. Toen hebben ze eigenlijk gezegd: Van ga eens onderzoeken of het mogelijk is om daar een vaste dienst op te uh, ontwikkelen. Ja. Of er faciliteiten zijn bij de luchthaven. Uh, en toen, uh, eind jaren 50, is dat eigenlijk ontstaan. En toen is KLM daar uh, regelmatig op gaan vliegen. In mijn hoofd twee keer per week. Mm -hmm. uh, maar toen dachten ze: Nou, we hebben daar een kantoortje ook geopend. Want je kunt ook natuurlijk een reisje naar Nederland boeken. Uh, toen dachten ze: Moeten dat kantoor een beetje aankleden, ze hebben ze eigenlijk een hek laten maken. Dus echt een ijzer uh, gesmeed hek. Uh, met daar het thema De Vliegende Hollander. Dus uh, je ziet zee, water uh, en een vliegtuig natuurlijk. Ja. Uh, dat hek is uiteraard daarna nog naar Madrid gegaan, want daar hebben ze toen een KLM-kantoor geopend. Toen zijn die kantoren opgeheven, toen hebben ze dat hek eigenlijk verloopt onder medewerkers. Ja, uh, een mevrouw heeft dat hek toen gewonnen, uh, die heeft het in haar huis gehad. Uh, en uiteindelijk uh, twee jaar of een jaar geleden, toen dachten ze van. Uh, ik geef het aan Avio Droom, want uh, het is eigenlijk zo'n historisch KLM-hek. Ja, maar dus, als jij het over een hek hebt, dan denk je een hek... Hoe lang is dat hek? Ja, het valt best mee. Het is bijna een kunstwerk, dus is het is 1,50 bij 1,50. Oh. Het is niet echt een toegangspoor, nee, want zo'n kan kantoortjes waren echt heel klein. Ja. Um, dus het is echt meer een, een deurhekje, noem ik het maar. Maar eigenlijk. niet rechtdoor, recht aan. Er zit echt wel een, een vormpje in, natuurlijk. Het is echt een prachtig uh, kunstwerk met allemaal uh, ijzeren kronkels. En, uh, het is meer kunst dan een hek. Ja, precies. Ja. Dus okay, uh, wel hele leuk. bijzondere ja. zo krijg je het leuk om dat wel zien. vol natuurlijk ook. Hè? Ja, dat soort ja dus het kun je wel kijken of we nog een plekje hebben. En waar die dan mooi ook in past in de tijdslijn. En uh, daar voegen we het heel graag toe. Nou, ik hoorde zondag toevallig nog iemand zeggen van. wat is daar dan allemaal te zien? Ach, weet je. Yes. Nou, zoveel over luchtvaart. Als je enigszins iets met luchtvaart hebt. dan moet je zeer zeker even een keertje komen kijken. Want je staat echt vaak versteld van. oh, dit, dit is, heeft dus ook te maken. Ja, ik had met, met de luchtvaart een tijdje geleden ben ik er geweest. En toen heb ik met mijn zoon. Het is zo leuk om met je kinderen te gaan. Maar ja. met mijn zoon. en toen ben en ik buiten in, die, in dat grote vliegtuig gaan ik Iemand ja. een foto laten maken. Maar het is net echt alsof je weggaat. Dus dat had ik ja. op de, ja. uh, naar iedereen toegemaild van jongens, we zijn uh, een weekje weg tot, uh, tot volgende week. En iedereen ja. daar <laughs> ja. rapte daarin. Ja. Uh, ja, dat is altijd een goede truc. Ja. Dat is een goede ja. goede, goede truc. Ja. Ja. Er worden ook heel veel films bij jullie opgenomen. Hè? Als er, er ergens weer een vliegscène hebt opgenomen, veel. dan ja, komen en, ze automatisch uh, bij hen terecht. De oproep komt natuurlijk, die serie Vliegende Hollanders heet hij volgens ja? mij. Ja. Die is ook bij ons natuurlijk Schipholgebouw en zo, Ze hebben echt uh, grotendeels opgenomen. Ja, met onze uiver. Uh... Leuk is dat ook. Prachtig, ja. Zeg, um, jullie hebben nog een, een opleiding voor jeugdigen... Uh... Een cabin crew opleiding, jazeker. Dat is superleuk. Uh, wij merken als wij bezoekers vragen... wat doet een piloot en wat doet een steward-stewardess? Zeggen ze, piloot vliegt, Stuurd stewardess brengt het eten rond. Ja. Uh, nou, dat laatste klopt natuurlijk niet helemaal... want de hoofdtaak is veiligheid. Ja. Uh, en wij dachten, hoe kunnen wij dat nu duidelijk maken... aan ook de jonge bezoekers? Nou, door het zelf te laten ervaren. Dus we hebben een heuse uh, opleiding in het leven geroepen. Dus allemaal oud cabin crew uh, leden. Vandaag zijn er wel vier actief. Die hebben allemaal meer dan 30 jaar op de teller. Uh, die gaan uh, die kinderen... Begeleiden en de kinderen gaan echt zelf alles uitvoeren. Ja. Dus zelf een safety check, uh, ja. die blaadjes vullen, ja, het vliegtuig controleren. En de crew wordt ook heel veel bijgespijkerd ook. Hè. Die hebben ook elk half jaar gewoon training. Ja, zo, ja maar het is echt... wat ja. als er dit of dit gebeurt. Nee, je moet voorstellen, je zit in de lucht en ja. alles wat, wat je kunt bedenken, wat kan gebeuren, moeten hun oplossen. Want die ja. piloot zit in de cockpit. Ja, die komt terecht. Uh, dus als er brand is, moeten ze het oplossen. Als er een passagier uh, lastig wordt, is. Wat weten wat? jullie toevallig, als er een passagier echt heel lastig is en er zijn geen handboeien hoe ze dan. Je handen vastmaken. De tie wraps of zo? tie wraps ja precies. Ja. Dus ze ja. hebben altijd tie-wraps ook aan boord. Ik heb Dan, ook wel eens een keer een uh, piloot gehoord die had een heel voetbalteam aan boord. En dat team was een beetje lastig. zei hij, geef ze maar een extra biertje. En ik zeg het zuurstofgehalte ietsjes hoger. Binnen 10 minuten sliep iedereen. <laughs> ja. 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 Leuke nee, dat, natuurkundige trucjes zijn dat. En wereld ja, dat, apart. Het ja. beroep is echt prachtig. En uh, wat die mensen eigenlijk allemaal doen, wat je niet ziet, is als ongekend. En uh, ja, dat kunnen bezoekers zelf. Uh, Ervaren. Tot en met zondag, zondag nog, hè? Ja, iedere okay. dag tot en met zondag. Leuk. Dankjewel, Lars Janssen van het AVO droom ja.